Hi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En het vorige adventstuk was heel snel uitverkocht. Dus ik dacht, ik maak een extra video met een adventstuk. Het leuke aan dit stuk is, je kunt hem gebruiken als adventstuk, maar je kan er ook gewoon een compleet kerststuk van maken. Daarin kun je je eigen weg vinden. Ben je nog niet geabonneerd, dan wil ik je vragen om het even te doen, want 70% van mijn kijkers is niet geabonneerd. Daarmee help je mij enorm. Doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Meedoen met dit pakket. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je alle materialen kan bestellen als compleet pakket. Dus dan kun je daar lekker mee aan de slag gaan. En vandaag gaan we een iets aparte stuk maken. Ik heb hier een heel mooi frame met een ster. En wat we gaan doen is 4 kaarsjes vrijlaten om zo het adventstuk ervan te maken. Maar wil je dus helemaal een kerststuk van maken, dan kan je ervoor kiezen om alle stukjes te bekleden. Ik heb dus het frame, wat mooie bijmaterialen. Ik ga deze in het zilver maken, maar je kan natuurlijk elk gewenste kleur aangeven, mits het leverbaar is. Ik heb hier oase, die snijden we even in een klein stukje, zodat die op dit vormpje past. Je bent dus eigenlijk maar echt een heel klein stukje nodig. En je kan dus zelf kijken waar je het leuk vindt om het kerststukje te maken. Ik ga het op verschillende hoogtes doen. Ik doe bovenaan eentje. En even kijken wat ik leuk vind. Ik ga hem op deze 2 stukjes maken. Zoals je ziet heb je maar een klein stukje om te steken. We gaan dus heel verfijnd werken. Goed, dan heb ik hier een mooi gedroogd blad. Die ga ik er even aan de buitenkant omheen doen en vastzetten met een krammetje. Zodat de oase van de buitenkant even helemaal mooi bedekt is. En dan pak je de oase als het ware een beetje in als een cadeautje. Zo, dat is 1. En dat doe ik ook met die andere. Ik zet hem even weer vast. Ik pak de onderkant weer in als een cadeautje. De bovenkant mag voor mij best wel los blijven. Dan heb ik weer verschillende soorten kerstgroen. We gaan het echt heel kort en verfijnd werken. Dus een klein stukje. En die steken we aan de zijkant in. Ik ga jullie even iets dichterbij halen, zodat je precies kan zien wat ik doe. Ik zet het frame eventjes aan de kant. Soms is het wel handig om te kijken of jouw stukje er mooi op valt. Om even op te zetten. We maken dus eigenlijk echt hele kleine stukjes, hele kleine kerststukjes. Je maakt dus elke keer echt de onderkant even goed schoon, dus daar haal je het blad van af. En dan snij je even het takje aan en dan steek je hem erin. Als je de onderkant even goed schoon maakt, dan kun je hem ook makkelijker wegsteken. Zo, dat is 1 en dat doen we ook bij deze. Zo, zoals je ziet is de bovenkant nu mooi bekleed. Kijk, en dan kun je eens even kijken of het allemaal mooi valt. En dat doet het. Echt heel erg leuk.
Dan heb ik hele mooie zilveren materialen die ik erin ga verwerken. Zoals deze mooie gedroogde bolletjes. En die steek ik erin. Dan heb ik hele mooie zilveren gedroogde takjes. En deze zet ik even vast met een krammetje. Ik maak dus nu twee dezelfde soort stukjes. Maar je kan natuurlijk ook twee verschillende stukjes maken. Dat is net wat je zelf mooier vindt. Dan heb ik een mooie besneeuwde dennenappel. Die zet ik op de welbekende manier op draad. Dus daar doe ik eventjes een draadje omheen. Draai hem vast. En dan zet je hem vast. Dan prik je het ijzeren draadje erin. Dat herhaal ik. En wat natuurlijk met kerst niet mag ontbreken, zijn kerstballetjes. Dus ook deze zet ik even vast. Dit doe ik gewoon met een krammetje. Hier rijg ik eraan, twee tegelijk. En dan druk ik het krammetje erin. En dan kijk ik eventjes of de balletjes mooi vallen. En zoals je ziet heb je dan echt al een heel leuk kerststukje. En dat herhaal ik. Dan hebben we hier natuurlijk het frame weer. Daar ga ik het even opzetten. Zo, en zoals je ziet hebben we dan eigenlijk al echt een heel mooi stukje. Hier komen natuurlijk de vaccines op, 4 stuks voor advent. Dat ga ik jullie laten zien. Maar wat ik nu nog wel mooi vind, om het frame iets meer te verbinden met het stuk. Daarnaast hebben we hier een hele mooie kerstster. Wat ook leuk is, is om hier kerstballetjes in te hangen. Dus we gaan hier tussen kerstballetjes hangen, zodat het een mooi geheel wordt. En de ster gaan we wikkelen met jute touw. Ik haal eventjes de stukjes eraf, omdat het iets makkelijker is met werken. En dan haal ik jullie eventjes weer wat dichterbij, zodat jullie goed kunnen zien wat ik met de ster doe. Ik zag hem elke keer van de ene kant naar de andere kant. En dan kun je al gelijk zien dat het een heel leuk effect geeft. Ik zit nog wel net eventjes te denken. Dit is natuurlijk best wel brandbaar. Dus het is verstandiger om het stukje hierop te doen en dan het kaarsje eentje lager te doen. Dus dat gaan we sowieso doen. Je kan natuurlijk gewoon blijven spelen met de materialen. Kijk. Dan heb ik hier nog een heel mooi gewaks takje met appeltjes zitten eraan. En die vind ik ook leuk om in het midden hier vast te maken. Dat kan je doen door te lijmen, maar ook door middel van het touw. Dus dat ga ik nu doen. Want ik vind het juist mooi als dat jute dan elke keer weer terugkomt. En dit doe ik, herhaal ik op dit stukje.
Zo, en dan knip ik de uiteinden eventjes af, zodat die lusjes er af zijn. En daartussen hang ik dus kerstballetjes. En dit verdeel ik over het stuk. Zo, dan gaan we even de stukjes plaatsen om te kijken hoe die mooi valt. Ik plaats er sowieso eentje bovenaan, omdat je met dat jute zit, dat misschien brandbaar is. En dan vind ik dit wel een heel mooi plekje. Kijk dan, wat een plaatje, jongens. Dan heb ik nog hele mooie plataanbolletjes die geverfd zijn, ook in het zilver. Ik haal eventjes de stukjes er weer af. En dan bevestig ik het plataanbolletje bovenaan, want hier komt het stukje, dus dan zit je sowieso niet met brandgevaar. Dit doe ik met een klein ijzerdraadje. En dan kijk ik eventjes in de stukjes of ik nog wat oase zichtbaar heb. Dan stap ik een klein beetje Tilantia tussen. Dat grijze past mooi bij het zilveren. Maar natuurlijk ook bij andere kleuren. Dus. En dan hebben we een heel mooi stukje. Ik ga er eventjes vaccines op bevestigen. Dan zien jullie hoe het er compleet mooi uitziet. Ik vind het een plaatje en ook heel gezellig. En dan ga ik ook even laten zien hoe het eruit ziet als hij aanstaat. Dat maakt hem wel eventjes helemaal af. Ik zie dat deze nog wel een beetje gevaarlijk hangt. Let daar dus goed op. Ik bevestig hem nog eventjes iets verder. Zodat hij niet in het vlammetje van het kaasje kan komen. Dat doe ik gewoon even met een ijzerdraadje. En dan is het tijd om hem aan te steken. Jongens, kijk dan. Ik vind hem geweldig. Echt superleuk. Je kunt hem natuurlijk mooi op een tafeltje zetten. Of misschien wel gewoon op de tafel, grote tafel, op de zwaar. Dus ja, het is echt een apart stuk. Wil je dit nou maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je alles kan bestellen als compleet pakket. Dus dat is altijd leuk. Heb je iets leuks gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Deel het dan op Facebook of Instagram. Tag mij en dan maak je kans op leuke prijzen. Daarnaast kan je nog steeds meedoen met de Winter Wonderland wedstrijd. Dat kan tot 12 december. Dan kun je je eigen creatie, je eigen bloemstuk insturen met het thema Winter Wonderland. Wil je daar nou meer informatie over? Op mijn kanaal vind je een filmpje waarbij ik helemaal uitleg hoe het in zijn werk gaat. Dus dan kun je die eventueel bekijken. Vond je het nou leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer dus gratis op dit kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En daarmee help je mij ook enorm. En dit pakket kun je dus bestellen. Hij staat online en dan wens ik jullie heel veel plezier.